Ik ben een beetje in de war, want we hebben zelfs Russische tweets inmiddels binnen voor Thomas Azier. Ik heb het door de Google Translate gegooid en er staat er: wat gebeurt er hier helemaal? Waar haal je al die buitenlandse fans vandaan zo vlug, joh? Gaat het al zo goed in het buitenland? Ik weet niet, ja, het internet, hè? Dat bereikt iedereen. Maar ik tref het niet zo heel vaak, hoor. Dat als ik co-host die tref. Ik bedoel, ik heb heel Nederland al op bezoek gehad. Maar ja. Jij bent degene met de meeste internationale aandacht. Ja, en Mr. Polska, maar dat telt niet, want dat komt dan uit Polen. Oh, is dat zo? Ja. Mm-hmm. Oh, dat klopt, ja. Maar wij gaan december naar Polen en naar Rusland. Ik ben heel benieuwd. Eerste keer. Gezellig, naar Rusland. Exact. Ja, dat zijn wel van die dingen inderdaad. Ja, daar hebben we het vorige keer over gehad. Vorige keer was bij de Vierdaagse. En toen exact. Heb je gezegd over Rusland dat het je niet uitmaakte welke politieke situatie je land zit. Want die mensen ook willen ook gewoon graag geëntertainend worden. Dat was een beetje het moraal van het verhaal, toch? Dat klopt, dat is wel wat ik heb gemerkt. Als je op een bepaald moment dingen gaat boycotten. In Berlijn was op een bepaald moment een ding, dan ging iedereen... dat vond ik zo leem. Dan ging iedereen geen wodka meer bestellen uit Rusland. Want dat was dan hun boycott, zeg maar. Ja. Nee, dan drink ik wel geen wodka. Serieus? Ja, dan denk ik echt wel echt fuck off. Echt, okay. Dat schiet echt niet op. En waarom was die boycott op dat moment? Dat was ook de hele, dus de gay, lesbian, transsexual, dat hele ding zeg maar destijds. Dat er heel veel homo's in elkaar werden geslagen in Rusland. Wat natuurlijk ontzettend verschrikkelijk is. En waar we ook met z'n allen zeker aan wat moeten doen. Maar ik ben er wel van overtuigd dat een boycott en als je loopt te roepen... ja, als je daar... Ik denk dat het gewoon slim is om daarheen te gaan en op dat moment er voor de jonge mensen daar te zijn. Dat denk ik dat slim is. Maar ga je er dan wat van zeggen? Dat is de vraag. In hoe ver kan je gaan? Daar moet ik nog over nadenken. Maar dat is echt de hele tijd die... Ja, daar ben ik echt in tweeën gedeeld. In hoeverre moet je dan... Wat moet je dan doen, weet je wel? Ik vind dat echt heel moeilijk. In Berlijn is het zo'n vrije gemeenschap en... Het gek is dat soort trips me juist realiseren hoe ontzettend blij ik mag zijn met hoe wij het allemaal hier hebben, zeg maar. Veel van dit soort onderwerpen komen ook op je debuutalbum Hilles voorbij. Daar hebben we hier twee LP's en albums van liggen. En als je denkt, nou, doe maar, wil ik hebben. Prima, maar kom op met je 3 na 12 request.